Wanneer valt je iets op? Vaak pas als je er gericht naar kijkt. Of eigenlijk als je er naar zoekt. Waar de geneeskunde lange focus had op het zo goed mogelijk genezen van ziekte, verschuift deze steeds meer naar het willen voorkomen ervan. Als we over dat ziektemechanisme echter in het duister tasten, als dat een soort black box is, dan zou het enorm kunnen helpen om een meer direct kijkje in het lichaam te nemen. Wat daar precies gebeurt. Waar wij ons in population imaging op richten, is het gebruik van informatie uit beelden, zoals CT-scans of MRI-scans, die ons meer inzicht geeft in normale processen, in het ontstaan van ziekte of in het voorspellen van wie meer kans op ziekte heeft. In veroudering en ziekte ontstaan afwijkingen in de witte stof, welke op MRI-scans zichtbaar zijn als de witte vlekken die u hier ziet. Toch geeft de hoeveelheid van zichtbare witte stoflesies niet een afdoende verklaring voor het verschil in hersenfunctie tussen personen. Je kunt het vergelijken met een drijvende ijsberg. Alsof wij met de witte stoflesies slechts het topje hiervan zien en niet de rest van de ijsberg onder water. Het onthullen van een kwantitatieve laag van informatie onder hetgeen wat zichtbaar is op de beelden, kan ons begrip van ontstaan van ziekte en voorspelling verbeteren. Hoe weten we nu of hersenkrimp normaal is en wanneer het abnormaal wordt? Zijn normaal en abnormaal echt wel twee verschillende concepten? Of is het onderdeel van één spectrum? Stel dat u zelf deelnemer bent in een populatieonderzoek en bijvoorbeeld een hersenscan ondergaat. Wat nu als er op de scan iets te zien zou zijn wat voor uw gezondheid belangrijk kan zijn? Wilt u die informatie eigenlijk wel weten? Al die beelddata brengen ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Een verantwoordelijkheid voor ons als onderzoekers naar onze deelnemers. Gedreven door de krachtige voordelen van dit type onderzoek zijn populatiestudies die imaging toepassen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Wij zijn een dwerg te midden van reuzen. Waar ligt dan onze kracht? Met enige trots durf ik te stellen dat een belangrijk deel van die kracht Rotterdam zelf is. Daarnaast bedoel ik dat we ook meer data-gedreven informatie uit beelden moeten gaan halen. Meer onder de oppervlakte moeten gaan. In analogie aan het gezegde, een beeld zegt meer dan 1000 woorden, zou je kunnen zeggen, een beeld zegt meer dan 1000 markers. En daarin, mijn beste Watson, ligt het raadsel van de verbeelding. Ik heb gezegd.